De persoonlijke motorcrew van Vladimir Poetin, de Russische nachtwolven, provoceerden vandaag overal in Berlijn. Met 200 man reden ze op een zware machines door de Duitse hoofdstad, precies op de herdenkingsdag waarop de Sovjets Hitler-Duitsland in 1945 versloegen. Bij stralend weer arriveerden de stoere mannen met een zware zwarte lederjacks bij de Brandenburger Tor. Ze werden door enkele duizenden Rusland-Duitsers begroet, een minderheid van zo'n 4 miljoen mensen die na 1990 vanuit de Sovjet-Unie naar de Bondsrepubliek emigreerden.